gaan we verder met programma nummer 24. We gaan 3 keer 100 meter vrije slag heren zwemmen. We beginnen met de C-finale met op de baan 1 voor DBK Tim Hogerwerf. Baan 2 voor Vlaanderen Valentin Borisavljevic. Op baan 3, lane 3 voor Austria Alexander Trapic. Baan 4 voor BVZ Sean Niebold. Op baan 5 voor de Feyenoord Albion Zwemclub Edscher Kotterink. Baan 6 voor de Bloemalens Jeroen Baars. Baan 7 voor Aquanovio Tim Korstanje. En op baan 8 voor de Potsdammer SV Olle Mats Eidam. De voorsprong is er voor Alexander Krapwitsch. Naar nummer 3, dikke voorsprong richting de muur. Krapwitsch daar in 50-85. Wordt wat sneller dan vanmorgen. Tim Korstanje 50-99. De derde tijd, Sean Niebold 51-06. We zien hier de officiële uitslag. Winnaar van de C-finale is Alexander Trapwitsch.